niet kan haken. We gaan vandaag de action sweater haken. En jullie kennen hem al van de foto's. En ik heb hem in de vakantie gehaakt. Ik ben nog niet klaar. Maar het is heel makkelijk. Je haakt hem dus van top tot bottom. Dus van boven tot onder. En ja, het is wel hele leuke wol. Ik heb voor maat M heb ik 2 bollen nodig gehad. En het is stokjes en het zijn point-to-point steken. En dat is net zoiets als vaste paarsgewijs. Maar we gaan zo beginnen. En dan beginnen we hier bovenaan. Ik ga het rustig uitleggen. Graag iedereen abonneren. Duimpjes omhoog. De notificatiebel aanzetten. Die vind je naast de bel op YouTube. En ik laat je zien wat je nodig hebt. En dan gaan we beginnen. Tot zo! Je hebt nodig voor de action sweater de flow cake. En op de flow cake is 200 gram. En daar zit 512 meter op. Dus ik heb 2 bollen nodig gehad. En dus 1024 meter heb je in totaal voor maat M nodig. Voor maat L heb je 1 bol extra nodig. Dus 3. Kijk, en dit zijn de restjes die ik over heb, maar deze heb ik nog nodig voor de boord aan de bovenkant. En dan heb je nodig een centimeter, een schaartje, een stopnaald met een botte punt, steekmarkeer dus. En ik heb deze sweater gehaakt met haaknaald nummer 6. En de boorden die heb ik gehaakt met haaknaald nummer 5. Het patroon is ook uitgeschreven, dus dat kan je bestellen. Ik zal de link onder de video zetten. En dan gaan we beginnen. Tot zo! Dit is dus de wol die ik gebruikt heb. En er zit, even kijken hoor, 30 graden wassen. Hier staat haaknaald 5. Dat kan je doen, maar ik heb de trui op haaknaald 6 gehaakt. Het is 100% acryl, 200 gram en er zit 512 meter op. Ik heb dus 2 van deze bollen nodig gehad. Dit is een ander kleurtje, dezelfde kleur kon ik niet meer aankomen, maar goed, mijn trui is af. En het is wel, als je zo ziet, heerlijke fluffy garen. En met haaknaald 6 dan krijg je wel een beetje opengewerkte steek, maar het haakt ook zo lekker weg. Het is echt heerlijk. Ik ben ook gewoon aan de buitenkant begonnen, dus eventjes het begin zoeken. Ja, hier heb ik het. En we beginnen met een met haaknaald nummer 6. Ik heb even een nieuw setje gekocht, want zoals jullie weten is mijn haaknaald in beslag genomen. Dit setje is van de Action. En bij de Action hebben ze echt leuke setjes. Hier staat eigenlijk haaknaald 3, 3,5, 4, 6, 8 en 10 zit erin. Dus nu weer haaknaald nummer 6 opzoeken. En dit is hij. We beginnen met een opzetlus. Je begint iedere keer 18 steken op te zetten. En bij elke 18e steek, daar zet je een steekmarkeerder in. Dus als het goed is, heb je 4 keer 18 steken opgezet, is 72 losse steken. En ik heb de centimeter erbij gehouden en dan kom ik op 55 centimeter. En het gaat erom dat die om je hoofd heen past, de beginketting. En je sluit je ketting in de eerste losse. Je pakt je draadje op en je maakt een halve vaste. Kijk, en dan moet dit over je hoofd heen gaan. Dus je moet even goed kijken of dit
over je hoofd past, want iedereen haakt anders. En dan beginnen we nu met 3 lossen. 1, 2, 3. En we zetten een stokje in die eerste steek. En we maken een losse. En we maken 2 stokjes weer in die eerste steek. 1. 2. Dan in elke steek een stokje, tot we dus even goed het draadje trekken, want dit is natuurlijk het begin. In elke steek gaan we een stokje maken. In elke steek een stokje. Zie je? Dus je maakt eerst 3 lossen. In de eerste steek een stokje en een losse en weer 2 stokjes. En dan ga je in elke steek een stokje zetten totdat je bij de steekmarkeerde bent. En dat wordt weer een hoek en dan zie ik je daar weer terug. Tot zo! En dan zijn we bij de eerste steekmarkeerder aangekomen en dan gaan we de hoeken maken. En de hoeken maken we dus met 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes, ik hoop dat je het zo kan zien, in 1 steek. Dus 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes in 1 steek. Dus dat gaan we doen. De hoeken. Ja. Dus bij je steekmarkeerde bent, zie je? Dan ga je daar 2 stokjes in maken. 1. 2. 1 losse. En weer 2. Stokjes. En dan ga je weer in elke steek een stokje maken. Zie je, dan krijg je hier in 1 steek, dit is een vrij grote opening, maar dat trekt straks vanzelf weg. En dan worden dit dus je hoeken. En dan op de hoeken zet je dus je steekmarkeerder even weer naar de volgende toer. Want hier is dus je, even opnieuw, dit is je hoek. En nu ga je gewoon door zo tot je bij de hoeken bent en dan ga je weer in 1 steek 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes doen. En op het einde dan zie ik je weer terug. Tot zo. En ik ben nu op het einde van de toer, de eerste toer met de stokjes in de hoeken. Zie je, je moet ook zorgen dat je weer je steekmarkeerder in die hoek zet. En deze nog. Deze had ik al gedaan. En nu zijn we bij het begin. En dan sluit ik deze af. Hier tussen deze 2 in, tussen de 3 losse en het stokje, daar ga ik gewoon in. En ik sla mijn draad om de haaknaald, ik haal hem door en ik maak een halve vaste. En dan heb ik mijn eerste toer gesloten en dan ga ik hier tussen, want dit was mijn hoek hier. Na dit eerste stokje heb ik een losse gedaan. Dus hier ga ik ook een
steekmarkeer erin zetten, dan de haaknaald er weer in. En dan gaan we nu aan de tweede toer beginnen. En ik begin de tweede toer met dat ik de draad weer hier naar het midden moet krijgen. Dus ik steek langs dit stokje in het midden. Ik haal mijn draad op en ik haal hem door de lus. En dan beginnen we weer met toer 2. Toer 2 beginnen we met 3 lossen. 1, 2, 3. En omdat we dan hier die 3 lossen hebben, gaan we in die opening nog 1 stokje doen. Want de eerste 3 lossen die tellen mee als stokje. Dan 1 losse. En dan weer 2 stokjes in die opening. Zoals we het. Even kijken of ik nog het voorbeeldje heb hier. 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes in dezelfde opening. Kijk, ik heb hier 3 lossen gedaan. Ik heb eerst de draad mee naar de hoek gewerkt. 3 lossen, 1 stokje, 1 losse en dan nog 2 stokjes. En dan pak je weer een steekmarkeerder. En die zet je weer in de hoek. En zo maak je heel toer 2 af en dan ga je ook in toer 3 doen. Dus we gaan nu meteen zorgen dat we op elk stokje een stokje hebben. Het eindigen van de toer doe je hetzelfde zoals je toer 1 geëindigd hebt. En dan zorgen we dat we 1, 2, 3 toeren verder zijn. En dan zie ik je bij de derde toer, zie ik je weer terug. Tot zo! Ik zei net wel van ik zie je bij de derde toer terug, maar ik zie dat ik bij de hoeken misschien nog iets meer uitleg moet geven. Zie je, hier heb je die 2 stokjes gedaan en daar op elk stokje zet je ook een stokje. Dus je gaat gewoon iedere steek pak je een stokje en ook op deze 2 stokjes. En dan ga je op de hoek 2 stokjes doen. Een losse en weer 2 stokjes. 1, 2. Dan pak je je steekmarkeerder weer. Je zet die in de hoek. En dan pak je elke steek. Dus je moet echt deze steek hebben na de hoek. En op de volgende steken iedere keer een steek. Dus dit zijn de hoeken. En dit doe je zo 3 toeren. En deze moet ik ook nog zien dat je de steekmarkeerder eventjes iedere keer moet verzetten. Dus zo ga je 3 rijen stokjes maken, 3 toeren stokjes en de hoeken, ja, die heb ik nu uitgelegd. Dus bij de derde toer dan zie ik je weer terug. Tot zo. En we zijn nu op het einde van de derde toer en dan krijg je echt zo'n vierkantje. En we gaan iedere keer dus 3 toeren stokjes haken op deze manier. En dan gaan we de randje tussen zetten point to point steek, maar in het Nederlands noemen ze hem ook de vaste paarsgewijs. Maar goed, de vaste paarsgewijs die heb ik al een keer uitgelegd. Ik zal die video hieronder zetten, maar dan gaan we nu dus eventjes eerst toer 3 sluiten. Dus tussen deze 2 in sluiten we de toer. Goed zorgen dat je op elk stokje een stokje hebt. Dus je gaat hier tussenin. Je haalt je draad op en je haalt hem door. Dus nu heb je dus 1, 2, 3 toeren stokjes. En nu gaan we de draad weer meenemen. Dus we steken in de opening. We halen de draad op en we halen hem door de lus. En dan beginnen we met 1 losse. Dus toer 4 beginnen we met 1 losse. Ik haal even de steekmarkeerder eruit.
En als we deze steek gaan maken, dan hebben we dus beginnen met een losse in de hoek en dan zet ik er nog een vaste tussen, een vaste, een losse en hier weer twee vaste in de hoek. Dus 1, 2 vaste. En dan gaan we op elke steek en dan gaan we in de achterste lus werken. Dus in deze lus, de achterste lus, dan gaan we de point-to-point steek doen. Of de vaste paarsgewijs. Dus je steekt in, je haalt je draad op en je laat er 2 op je haaknaald staan. En je pakt weer de achterste lus van de volgende steek. Je steekt in, je haalt je draad op. Dan heb je 3 lussen op je haaknaald, haal je om en je haalt de draad door alle 3 de lussen. En dan heb je hier dus, moet je weer even je steekmarkeerder pakken, hier heb je 1 losse tussen gedaan. Tussen die ene losse, 1 vaste en 1 losse. Dat is je hoekje. En nu gaan we weer verder met de point-to-point steek. Of de vaste paarsgewijs. Je steekt weer in waar je je laatste steek gehad hebt. Je steekt in de achterste lus. Je haalt je draad op. De volgende steek. Je haalt je draad op. En je haalt om door 3. Je steekt in. Je haalt je draad op. Achterste lus. Volgende steek. Je haalt je draad op. Omslaan door 3. Je steekt in, draad ophalen, achterste steek, lus, draad ophalen, omslaan door 3. Ik zal het nog een keer voordoen. Insteken, draad ophalen, insteken, draad ophalen, omslaan door 3. En dan krijg je een heel leuk randje erin. En dan gaan we door tot de hoek en dan zie ik je daar weer terug. Tot zo. En dan zijn we hier in de vierde toer met de point-to-point steek. En dan pakken we die ene nog op. En dan de achterste lus nog een steek. Draad ophalen, omslaan door 3. En dan gaan we in de hoeken gaan we 2 vaste, een losse, 2 vaste zetten. Ik zal het even uittekenen. Moment, dus de hoeken kom je aan, dus zeg maar in deze steek, dan ga je 1, 2 vaste zetten, 1 losse en weer 2 vaste. Dus dit is van toer 4 de hoek. En dan gaan we weer verder. Kijk, we hebben die laatste steek nu gedaan, dus we gaan in die hoek gaan we 2 vaste zetten. 1, 2, 1 losse en weer 2 vaste. En dan pak ik weer de steekmarkeerder even eruit. En ik ga even opnieuw doen. Een, twee vaste, een losse en 1, 2 vaste. Dan moet je wel even de hoek zoeken, zie je? Want je hebt natuurlijk toch die losse gedaan. En dan gaan we weer de point-to-point steek doen in de achterste lus. Dus we pakken wel even die achterste lus. We halen de draad op. De achterste lus steek je nog een keer in. De draad ophalen, omslaan door 3. Insteken, draad ophalen, insteken, draad ophalen, omslaan door 3. In dezelfde steek weer insteken, draad ophalen, achterste lus. Draad ophalen, omslaan door 3. En zo maak je heel toer 4 af en dan krijg je een heel leuk randje. En dan zie ik je op het einde van de vierde toer, zie ik je weer terug.
Tot zo! Dan zijn we nu op het einde van de vierde toer. En je ziet dat hier nog een vaste zit in die opening. Dus we moeten nu eventjes de toer gaan sluiten. En die sluiten we. We zetten op het laatst hier nog een vaste paarsgewijs in. En het is een beetje moeilijk filmen hoor, want het zit er, dan zitten de steken een beetje dicht bij elkaar. En dan gaan we de toer sluiten in die eerste vaste. Daar sluit je de toer, toer 4. En dan moet je de draad even meenemen in die volgende steek. Dan trek je even je draad, haal je op en die neem je weer mee. En dan zorg je weer dat je in die opening zit. En dan haal je draad weer op. Dus je neemt iedere keer wel je draad mee naar die opening waar de steekmarkeerder zit. En dan gaan we nu aan de vijfde toer beginnen. En de vijfde toer, hetzelfde als de stokjes toer, alleen steek je in de achterste lus in. Dus je begint met 3 lossen in toer 5. Dan weer een stokje in de opening. Dan 1 losse. En weer 2 stokjes in de opening. 1. 2. Als het te snel gaat, zet je de afspeelsnelheid gewoon langzamer. Gewoon een tikje langzamer, dan is het misschien makkelijker bij te houden. En dan gaan we weer met stokjes verder in de achterste steek. Maar je moet ook elke steek pakken. Dus je pakt de achterste steek. Een stokje. De achterste steek. 1 stokje. De achterste steek. De achterste steek. Kijk, normaal pak je hier die steek, maar nu pak je deze steek op. De achterste lus, zo moet ik het zeggen. In de achterste lus. En zo ga je door. Je pakt allemaal de achterste lus in elke steek in toer 5. En dan zie ik je op het einde van toer 5. Daar zie ik je weer terug. Tot zo. En we zijn op het einde van de vijfde toer. En we sluiten die weer tussen die 3 en die eerste in. We pakken de draad op en we halen hem door de lus. En dan gaan we weer naar het midden. Omslaan. Je haalt hem door, door de lus. En dan ben je weer op de hoek. En dan begin je de zesde toer weer met 3 lossen. En weer een stokje, een losse, 2 stokjes. Dus dat is de zesde toer. En die zesde toer die ga je gewoon in de steek zelf zetten. Dus niet in de achterste lus. Dus de zesde toer zet je gewoon op elk stokje een stokje, eigenlijk zoals je toer 1, 2 en 3 hebt gedaan, zo doe je toer 6 en 7. Dus toer 6 en 7 die gaan hetzelfde als toer 1 en 2. Dus gewoon een stokje in elke steek. En als je toer 6 en 7 klaar hebt, dan zie ik je weer terug, want dan gaan we weer met die vaste paarsgewijs doen. Dus toer 6 en 7 ga je haken en na toer 7 dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van de zevende toer. Ik maak nog 1 stokje. En je ziet dat die eerste 3 lossen die tellen ook mee als stokje. Maar hier gaan we dus de toer in sluiten tussen die eerste 3 en het stokje in. Dus hierin. En hier gaan we de toer 7 insluiten met een halve vaste.
En dan neem je je draad weer mee hier naartoe voor de volgende toer. En dan leg ik nu eventjes, pak ik even de camera op en dan leg ik even dit vierkantje op mijn action sweater. En dan leg ik uit tot hoever dat dit deze bovenpas, dit vierkantje moet worden. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Als je op het einde van toer 7 bent, dan leg je dus je vierkant zo. Dit is je vierkant. Die leg je dus dubbel. En als je nog de steekmarkeerders erin hebt, dan leg je die steekmarkeerders zo op elkaar. Dubbel. En je ziet dat je dan na 7 toeren begin je weer aan de vierde toer. Dus je hebt 3 toeren stokjes. Dan begin je met de vaste paarsgewijs in de achterste lus. En dan doe je weer 3 toeren stokjes. Maar die eerste toer zet je dus achter in de lus in. En dan krijg je deze leuke ribbel. Kijk, ik heb hier ook elke keer 3 toeren stokjes. Dan de vaste paarsgewijs. En dan weer 3 toeren stokjes. Maar hier heb ik maar 1 keer in de achterste lus gedaan. Maar met de mouw, en dat laat ik even zien, heb ik het, als ik de vaste paarsgewijs ben begonnen, heb ik het in de achterste lus gestoken. En aan de eerste toer met stokjes in de achterste lus. Dus dit patroon, dit herhaalt zich iedere keer. Het is elke keer 3 rijen stokjes. En dan begin je met vaste paarsgewijs, dus toer 4. En dan begin je weer met stokjes in de achterste lus en dan weer 2 rijen gewone stokjes. Dus als je het vierkantje zo klaar hebt, dan leg je hem dubbel. En dan is deze afstand, die moet je hebben. Kijk, ik ben er nog niet. En als deze afstand formaat M, pak eventjes een centimeter erbij, 17 centimeter is, dan, en dan kan je stoppen. Dan gaan we deze hoeken aan elkaar zetten. Dus voor maat M 17 centimeter en voor maat L en XL, die pak ik er even bij. Momentje. En voor maat M is het dan 17 centimeter. Dus je haakt zo ver door, je legt hem dubbel. En dan als je hem dubbel gelegd hebt, moet je op 17 centimeter uitkomen. En voor maat L kom je uit op 22 centimeter. En maat XL op 27 centimeter. Maar je kan hem dus ook op een bestaand t-shirtje leggen, een passend shirt. En dan weet je ook tot deze punt, dus tot het armsgat, daar moet je vierkantje, hier haak je gewoon door en je herhaalt een rijen, 3 stokjes, 3 rijen stokjes, 1 rij vaste paarsgewijs, achterste lus, en de eerste rij stokjes ook in de achterste lus. En dan weer 2 rijen stokjes en dan herhaal je weer toer 4. En dan zie ik je zo weer terug, als je hier bij 17 centimeter bent, of bij je eigen maat, dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Je legt dus de goede kanten op elkaar. Je zorgt dat je hoek eigenlijk hier, dat je je draad al meegenomen hebt naar de hoek voor de nieuwe toer. Draad aan de achterkant van je werk houden. En nu gaan we op de goede kant, zeg maar, 3 lossen maken en dan 1 stokje. Een losse en weer 2 stokjes. Zie je? Dus je hebt de goede kanten op elkaar gelegd, maar je hebt ze nog niet verbonden, de hoek. Je begint alleen maar 1 hoekje te maken zoals je het eigenlijk gewend bent. En dan haak je je patroon gewoon door tot de volgende hoek. En dan zie ik je bij de volgende hoek weer terug.
Tot zo. Dan hebben we nu doorgehaakt tot de volgende hoek en daar zetten we weer 2 stokjes. 1 losse en 2 stokjes in. En dan gaan we het verbinden. Dus je pakt die andere hoek, je draait een beetje zo je werk dat je weet wat je aan het doen bent. En je houdt zo die goede kanten bij elkaar en één hoekje heb je al een hoekje ingezet. En nu ga je in de andere hoek hierin een hoekje zetten en zo sluit je de armsgaten. Dus 1, 2 stokjes, 1 losse en weer 2 stokjes. En dan komt het er zo uit te zien. Dus deze hoek heeft een hoek en deze, maar je zorgt dat die goede kanten op elkaar liggen. En dan heb je hier dus je armsgat. En zo ga je weer verder met je patroon aan de goede kant. En je maakt de andere armsgat dadelijk dicht. Maar je maakt nu nog eventjes deze rij af en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We zijn nu bij de andere hoek en dan maken we weer 1 hoek, dus 2 stokjes, 1 losse en 2 stokjes. En dan gaan we weer verbinden, dus je legt weer even de hoek op elkaar en dan hou je het zo vast. Kijk, en dan zie je hier heb je al een hoek. En dan ga je hier de hoek sluiten. Tussen die 3 lossen en het stokje in, daar sluit je de hoek. En straks ga je dit nog aan elkaar zetten. Maar nu kan je dus met een nieuwe toer beginnen en je blijft gewoon in het rond haken. En ik zie dat je dus, ik heb nu het patroon weer van de vaste paars gewijs moeten gaan doen. Dus dat betekent, je begint de nieuwe toer met 1 losse en je gaat weer naar de hoek toe. Oh sorry, ik doe iets niet goed. Ik moet eerst, sorry, ik ga even terug. Kijk, ik moet eerst naar de, je hebt de toer gesloten en dan ga je eerst je draad naar de hoek ophalen. En dan ga ik met 1 losse en een vaste en een losse en 2 vaste in de hoek, want ik ga de point to point of vaste paarsgewijs maken. En dat betekent weer in de achterste lus en de eerste steek is een beetje lastig, vind ik zelf. Omdat hij vrij diep zit. Zo. Je haalt je draad op. Je pakt de volgende steek. Je haalt je draad op. En omslaan. En door 3. En dan is dit hier weer je hoek. En daar zet je weer een steekmarkeerder in. En toevallig heb ik er hier een. Ik weet niet wat dit voor steekmarkeerder is, maar. De hoeken even de steekmarkeerder erin zetten en je vervolgt weer je patroon. Dus dit is gewoon weer je patroon vervolgen helemaal en de hoeken die ga ik dadelijk ook even met je samen doen. Dus je gaat weer gewoon lekker je patroontje vervolgen. Insteken en de volgende steek in de achterste lus. Zie je? Dan heb je de verbinding gemaakt, de goede kanten zitten mooi op elkaar en dit is weer hier het midden van de nieuwe toer en dan zie ik je daar weer terug. Tot zo! We zijn nu aangekomen bij die hoeken,
Maar nu, omdat we dus deze steek hebben, de vaste paarsgewijs, of zou je uitkomen bij een bij de stokjes, die hoeken, dit zijn gewoon steken, want hier ga je gewoon verder je patroon vervolgen. Dus je haakt gewoon door die hoeken heen, zeg maar, want het worden gewoon pandjes. Het wordt dus het voor- en achterpand aan elkaar. En je gaat daar gewoon lekker helemaal je toer vervolgen. Zie je dat je gewoon de toer kan vervolgen en dan krijg je een heel mooi, dit is dan het voor- of achterpand en dan is het verbonden en op het einde van de toer dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn op het einde van de, bijna bij het einde van de toer met de vaste paarsgewijs of point to point en ik pak gewoon iedere steek hier, maar hier, dit is nog een hoekje, hier zet ik gewoon in alsof het een steek is. Ik haal mijn draad op en als ik drie lussen heb, dan haal ik ze door drie. En dit pak ik weer als steek in de achterste lus en deze steek pak ik ook in de achterste lus en ik haal om en door drie. En dan zie je, dit is het laatste hoekje, maar ik ben begonnen hier, dus ik sluit ook de toer tussen die eerste losse en de eerste vaste in en die sluit ik met een halve vaste. Het zit een beetje dicht op elkaar, en ik haal even mijn steekmarkeerder eruit en dan begin ik nu dus een nieuwe toer met drie losse. En nu hoef ik dus niet meer de hoeken te maken, want de hoeken hebben we dus klaar. We gaan nu gewoon alleen in het rond haken. Ik doe wel even de steekmarkeerder zodat ik zie waar de nieuwe toer begint en ik begin nu met gewoon rond haken en of rond haken gewoon stokjes in de achterste lus. En dan is dit je nieuwe toer. Zie je dat? Dat je wel met de steekmarkeerder moet werken. Dat je dat weet, dat je een nieuwe toer begint. En ja, ik kan wel doorgaan tot het einde van de toer. Maar je kan nu gewoon in het rond blijven haken, rond blijven haken. Totdat je moet gaan minderen. En dan zet ik even de camera anders neer. En dan leg ik het even uit. Tot zo! Je vervolgt gewoon je patroon van je trui tot je moet gaan minderen en het minderen heb ik hier vanaf 35 centimeter gedaan in twee toeren, in deze en in deze. Ik ga het in de volgende video uitleggen hoe je moet minderen en hoe lang dat je trui wordt en ik ga ook in de volgende video de mouwen uitleggen. Dus voor nu kun je doorgaan tot deze lengte. En dan zie ik je in de volgende video weer terug. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video. Vergeet niet duimpjes omhoog en te abonneren. En zet de notificatiebel aan. En dan word je op de hoogte gebracht zo gauw als er een nieuwe video is. Tot ziens!